En welkom weer op een gloednieuwe vlog. Ik ben mijn jas al aan het doen voor richting mijn werk te gaan. Ik heb me ook al moeten haasten. En ja, ik heb hier een doosje Rennies. Ik heb terug wat last van mijn maag. Ik weet niet hoe het komt. Ik drink echt heel veel eierrup de laatste tijd hoor mensen. Echt waar. Voilà, die gaat mee. Hopelijk is zelfs dat mijn maag wat beter. Oeh, voilà. Dan mag je stilkens van eens vertrekken hè. Want het is al 22 na. De vlog is tijdig online kunnen geraken. Dus die van 16 uur bedoel ik dan. Een Q&A. En dan heb ik nog een volgende vlog gehad gisteren. Dus twee vlogs in plaats van één. Jullie zien het. Ik probeer elke keer mijn best te doen. Maar soms is het soms wel moeilijk. Moet er wel geschoven worden, ook in de uren. Maar je ziet mensen, ik doe mijn best. Ik doe mijn best om het altijd tijdig online te krijgen. Tijdig jullie toch de entertainment te geven. Dus. Oh, kijk eens. Reisdag. Maar het gaat wel vandaag een mooi weerke worden. Ja, bedoel, een zacht weerke. Daar staat mijn boelekken al. Voilà. Wauw. Weer vertrek is klaar. Daarna ga ik even mijn auto eens hier eens opengooien. Aan beide kanten. En dan deze trek terug sluiten. Waarom? Zeggen jullie nu? Ik moet hier ook nog zitten. Ik moet mijn remmetje wegdoen. Daarna ga ik jullie even op de bank leggen. Hup. Mijn zandjesjes erin. Deze toeleggen. Toetrekken in mijn rugzak. Oei, oei, oei. Dat is niet goed. Dat is niet goed. Mijn tiret is kapot. Dat is kloten hè mensen. Voilà. Die is toch nog toegeraakt, dat is goed. Daarna. Deze deur toe, terug langs de binnenkant sluiten. Deze kant toe, sluiten. Voilà. Voilà. Deze ook nog altijd toe. Ja. Dus dan kan ik eens nog niet vertrekken. De binnenkant is ook toe. Ik had al deze terug opgesloerd. Voilà. Dan gaan we eens werken voor eten te verdienen. Hè. Voilà. Ik weet dat mijn tong wit is. Wonder van de Rennie. Voilà. Tot straks allemaal. Yo, 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 yo. Is dat een leuke job? Is dat... Hallo kijkers. Jawel, ik heb ook al gedaan met werken natuurlijk, want het is ook al donker. Jullie zien het, want ik heb mijn licht hier aan. Ik ben wel op de weg gaan laten. Ik ben moe. Mijn schatje is bij mij thuis geweest. Noem maar op. We hebben net ook nog een gezellige avond gehad. En nu ben ik via de Ollebaan richting mijn thuis aan het rijden. Dus rustig op mijn gemak aan het rijden. Moet
toch niet altijd rap zijn. Maar ik blijf wel doorfilmen tot ik wel thuis ben. Ik ga een klein beetje proberen rechter te zetten. Oh, sorry, ik heb mijn pinker aan. Oei, oei, oei. Ik ga er gewoon vanaf blijven. Oké. Iets te slechter. Voilà. Nu zien jullie mijn hoofd niet. Geweldig. En nu? Nog niet. Dat is soms nog wat zoeken hoor. Hier in mijn kabinetje. Ik ga jullie dus zo laten liggen. Voilà. Dus nog even zoeken hoe of wat. Voilà. Ik ga me dat een klein beetje dichterbij zetten. Jullie hebben ook wel een goede werkdag achter de rug. Het is 10 uur geweest, het is bijna geweest. Dus jullie mogen ook wel stoppen met werken en dan naar huis gaan. Ik ben nu ook door aan het gaan naar mijn thuis toe. Ik ben moe tot en met. Ik wil mijn bedje zien. Ik wil ik wil het nog afwassen. Dat ga ik ook niet nog doen. Afwassen. Ja, ik kan die nog gewoon afwassen. En dan gaan we toch. Ben ik aan het twijfelen voor morgen of overmorgen te doen. Eens, ja, dat is voor jullie vandaag of vanmorgen. Ik heb er zo zin in een livestream. Ik heb echt nog geen zin in een livestream te doen. Ja. Maar geen Counter-Strike 2 of geen Fall Guys. Of wat speelde ik dan nog? Euro Truck Simulator ook niet. Ook niet. Ik wil eens een totaal een ander spel inspelen, maar ik weet nog niet welke. Kunnen jullie mij even helpen? De mensen van Discord. Kijk eens even al op mijn lijst waar ik al een gedeelte heb online gegooid. Ik ga die lijst binnenkort nog verder aanvullen. Want ik ben al mijn games aan het openbaar aan het gooien. Dus welke dat ik eigenlijk allemaal heb. En waar ik ook dan eens met jullie eens ook eens samen kan gamen. Of een solo game spelen met terwijl dat er de chat erbij is. Jawel, dat er vragen aan mij kunnen gesteld worden. Vragen. En daar zal ik dan ook wel op antwoorden. Aan het drogen, dat moet ik wel nog eerlijk toegeven. Dus voilà, mijn parkeren. Dan handrem op. Dat uit. Dit ronddraaien. Ik ga ook zelfs nog een kleine oproep doen. En dat heeft te maken met de teamnaam Belgium 2.
Dan ga ik jullie zelfs wat meer informatie kunnen rondgeven. Wel, mijn list kunnen uitdoen. Want ik weet dus zelf niet als hem aanblijft, ja of nee. Ik moet dat ook nog eens even uittesten. Ik ben thuis dus richting het appartement toe. Oh, ik ben echt moe. Ik ben echt moe. Kijk eens hoeveel water dat daar nog ligt. Amai man. En dat is gewoon nog altijd aan het lopen, hè mensen. Oké, daar zijn nog mensen. Ja, die ook de hondjes nog uitlaten. En dan daar, in het heel donker daar, zo is de maan. Maar ik ben thuis. Ik ga de voordeur open doen. Anders kan ik niet binnen, hè. Als ik de voordeur niet open doe, kan ik niet binnen, hè. De gemeenschappelijke deur ga ik al open doen. Moet ik wel de juiste sleutel hebben. Heb je die alvast? Oh ja, die heb ik alvast. Daar is dat, hier ben ik weer. Ik ben nu even stil zijn. Wat een gek. Ja. Ik ben moe. Ik pak de lift. Liftje, kom zo. Liftje, kom zo. Kom zo. Ja mensen, ik ben echt back af. Ik ga nu nog de afwas doen. Daarna na de afwas ga ik waarschijnlijk ook nog een klein douche nemen. Na de douche ga ik nog naar één aflevering familie kijken en dan richting Droomland vertrekken. Maar ook eerst deze vlog, ook al de bestanden van mijn gsm afhalen. Oei, shit. Mijn computer staat ook al uit. Oei, 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 oei. Dan moet ik wel eens even mijn computer terug aanzetten. Ja, ik weet het, ik kan hem wel zo aanzetten. Even kijken. Ik heb gehoord, wacht hè. Dat is wel veel geschat geweest. Ik heb niks niet aangeduid, nee. Ik ben nog even in een check-up aan het doen. En nu ga ik alle lichten aanzetten. Alle lichten aan. Opnieuw. Alle lichten aan. Meerdere. Shit. Ik moet die nog op wifi verbinden, sorry. Lichten aan. Kitching, hier ben ik. Hoi. Ik heb dan zometeen ook nog gauw de afwas doen, want dat is ook nodig. De bestanden ga ik ook op mijn computer zelfs gooien, die ook al tijdens de nacht laten renderen. Nu kunnen ze mijn computer niet meer afsluiten. Moe. Ha, 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 ha. Waarom niet? De LSC toestelletje. Die zit er niet meer tussen. Daar ben ik wel blij om. Dat die hier hangen. Die was lekker warm. Ik heb toch ook mijn blouse nog uit doen. Ja. Dan. Zeg jullie mijn buikje. Nog iets in mijn koelkast leggen. Dit ga ik ook al hier op de droog zetten, want dat moet ik ook nog afwassen. Dit ga ik richting mijn vuilbak. Goedemorgen, vuilbak zeg ik nu. Koelkast steken, want die kunnen we nog hergebruiken.
dan... was er ene kaas... Ah nee, die was ook nog niet op. Nee, die was ook nog niet op. Dus deze kaas die gaat ook nog integraal de koelkast in. Die hebben er niet lang uitgelegen, mensen. Nee. Dan ga ik even iets kleinigheids gauw halen. Ik moet dan ook nog hierin zijn. Even iets weggooien. Voilà, dat is ook al weggegooid. Dan, wat ik nu ga doen, is alles op de toog zetten. Dus waar water in zit, ook natuurlijk uitgieten. En in mijn tas, daar gaat dan al de glazen in. Voilà. Voilà, dat is goed. Er is toch nog redelijk veel afwas, moet ik wel nog zeggen. Hoho. Dat moet ik nog wel eerlijk toegeven. Fuck it. Voilà. Ik ben mijn pompbakje nu aan het vullen. Mijn Rummikubspel, die ga ik terug in mijn kast steken. Ik weet wat ik nog eens op mijn vrije dagen kan doen, mensen. Dat is nog dingen in de vuilbak gooien. Even kijken als ik hier nog iets heb. Ja. En dan ga ik verder. Dan ga ik even verder. Ik hoop dat jullie van het watergeluid hebben genoten. Dus waar ik ook nog eens content van kan maken is als ik de kas aan het opruimen ben. Wow. Ja, als ik de kas opruimen ben. Dan. Wat ik dan ook nog kan doen voor opnames is geen nog eens schoonmaken, nog eens een timestepje maken. Ja, noem maar op. Ik kan nog heel veel doen. Dus ja. En dan ga ik ook nog even over ja, hoe ik mij voel. Ook richting de Discord mensen toe en al. Het is rustiger geworden op Discord. Ben ik blij om. Maar toch is het nog altijd niet 100% gezellig. En als het niet echt 100% gezelligheid is, kom ik ook heel weinig terug op Discord. Ik kom af en toe eens terug op Discord. En that's it. Waarom kom ik maar af en toe erop? Ja, het heeft met één ding te maken. De ruzies, de stokers. Ja. En ook soms de vragen wat ook in de Q&A worden gesteld is zo van hoort dat er wel echt intussen of niet? Ja, ik weet het gewoon niet. En jullie weten het ook. Het is woensdag, het is maar een gewone ordinaire praatvlog geworden weer al. Het is woensdags praatvlog. Voilà. En praat ik ook over mijn leven, over hoe ik me voel, terwijl ben ik nog iets bezig, dus gelijk de afwas. Voilà. Kleine wasjes, grote wasjes, laat maar lekker draaien. Nu nog mijn andere ijsboertje. Kom. Voilà, staat.
ik ga jullie even anders zetten. Even kijken. Zien jullie mij dan? Ja, als ik jullie dus zo zet. Ja. Klein beetje naar daar toe. Ja. Dus ja. Je ziet wel, ik moet soms ook wel improviseren. Dat woordje was ik aan het zoeken. Improviseren. Ja. Zeg nu nog eens even een vraagje. Ze hebben toch eens ooit eens de straatverlichtingen uitgezet, dus na 12 uur s'nachts. Is dit ook nog altijd in jullie straat? Laat het eens weten in de comments. Ja, daar ben ik echt ook eens benieuwd naar. Gaan jullie eigen straatverlichting na 12 uur s'nachts terug uit? Voor besparing van de gemeente. Of is dat niet meer zo? Wat ik dan ook nog heb gemerkt is dat... dat mijn stippellijn video van Jan Dekkers, met die vrachtwagenchauffeur waar ik in de clinch had gelegen, aan de rode lichten, dat die ook terug viraal aan het gaan is. Wow, daar ben ik wel even verrast voor. Want op 28 dagen berekening staat die terug op de tweede plaats van het meest bekeken video's op mijn kanaal. En dat vind ik wel eigenlijk even ergens raar. Waar is die terug dan viraal aan het gaan? Kunnen jullie ergens mij daarmee op de hoogte brengen van ja, die is viraal aan het gaan op bijvoorbeeld op TikTok of Dailymotion of Instagram, noem maar op. Ik ga jullie nu weer al anders zetten, want ik ga nu afdrogen. Voilà, ik ga mij dan even kijken, hè. Hier zo zetten. Ja. Dan maar nog ietsjes verder. Eens even kijken, hè. Top. Dus ik ga hier dan afdrogen. Dan zie ik hoe ik het wel in de kasten krijg. Dus we pakken ook een zuivere handdoek. Dus eerst doe ik het bestek. Dat is de lepels. Voilà. Die leg ik nu terug gewoon in de line. Dan doe ik de messen. Voilà. Een koffielepel. Voilà. Twee vorken. Voilà. Kast terug toe. Maatbeker. Goed afdrogen. Dan moet ik nog zelfs... Dus ja, de borden staan nu in de week. Dus die borden ga ik zelfs ook eruit halen. Dan moet ik nog in deze kast zijn. Ik had toch twee tassen? Ah, ja. Ik ben direct terug. Voilà, kijk eens hier. Ik heb nog wel vastgevonden. Die moet wel weer even in de week. Voilà. Hoe kom ik daarachter? Door deze tas. Dat met een andere tas nog op mijn slaapkamer stond. Ik heb hier ook iets niet bij nagedacht. Ook met 's ochtends te drinken. Dus ik drink 's ochtends ook eens rap melk. Dat heerlijk is, zoals morgens vroeg. Voilà. De deksels hebben ze al. Ah nee, toch nog niet. Thuis, dacht ik. Voilà. Nu nog de allerlaatste afwas. Dat is mijn borden. Dus dan ga ik jullie terug hier tegenzetten. Dus ja. En mijn tas natuurlijk. Zeg mensen, wat wil ik nog zeggen? Dat ik het zelf niet meer weet. Soms vind ik het toch raar als hier iets tussen de vier muren gebeurt,
dat ze het al buiten de vier muren al weten. Dat vind ik soms wel raar. En nu denken jullie van, hoe denk jij dat? Omwille van, er is iets gezegd of geweest op Discord, wat niet waar is. En dat ze dat insinueren. Op dat moment was ook mijn schatje ook aanwezig. En die vinden het ook allemaal raar. Die vinden het ook allemaal heel, heel, heel raar. Maar ja. Rare dingen ze kunnen ook, hè. Voilà, het water nu weg laten lopen. Dat duurt ook altijd even. En dan, subiet nog meer douchen. Douchen, douchen, douchen. Lekker douchen, lekker douchen. Voilà. Deze bord ook nog goed afrijven. Dan de andere kast open doen. Wat ik ook nu momenteel bezig ben, is schap voor schap ook mijn kasten terug moest uitkuisen. Dus wat bedoel ik daarbij? Dat is nu toch gedaan met de afwas. Wat bedoel ik daarbij? Dat is... Kijk. Ik ben nu alle glazen wat van boven staat, allemaal naar onder aan het verhuizen. Dus mijn bezoekers krijgen dan bijvoorbeeld deze kolenglas, nog deze, die daar van boven staan. Dan was ik die af en dan komen die allemaal integraal hieronder te staan. Dus deze kan nog even van naar daar toe. Deze kan naar daar toe. Deze kan nog naar daar toe. Ja, voilà. Zesa. Dan zijn ook alle glazen nog eens afgewassen. Als dat dan afgewassen is, dan ga ik hier mee beginnen. Eerst alle tassen gebruiken. Al die tassen... Die komen dan integraal daar te staan. En dan bijvoorbeeld de borden, die verhuizen dan naar boven toe. Dan gaan we naar de volgende kast toe. Die kom ik eens, die verhuis ik automatisch dan naar hier toe, want die wordt heel, heel, heel weinig gebruikt. Daarna deze verhuist dan naar boven toe. En dan heb ik nog ene kast, dat is die kast, die wordt wel later ook nog eens uitgepluist. Dan heb ik nog deze kasten, die worden ook dan nog later ook nog allemaal uitgekuist. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik hoop dat jullie toch nog iets of wat hebben gehad aan mijn vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen, vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken, dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En dan zeg ik zoals altijd, yo, 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 yo.